Welkom bij Interviews met de Stemmen. Mijn naam is Bastiaan. En als ik zeg Aquafresh, Photoshop, Michelle Obama, Mary Poppins... <laughs> dan denken wij natuurlijk aan Willemijn de Vries. Oh, mooi Hallo. rijtje. Hallo. Award-winning stemacteur Willemijn de Vries. Nou zeg. Ja, ja. is wel zo. Ja, ja nou ja. Een ja. hele mooie Storytel Award gewonnen alweer twee jaar geleden volgens ja, Hoe gaaf is het om... Storytell, waar meer dan honderden boeken staan om daar een award voor te winnen. Nou, zij waren, het was de eerste keer destijds. Dus het was heel grappig, want we wisten niet zo goed hoe en wat. En we gingen naar Vlissingen, want het was tijdens het filmfestival dat het werd uitgereikt en uh, uh, je kreeg een hotelovernachting. Het was helemaal chique en leuk. We waren de genomineerden met Inge Ipenburg en uh, Christel Schimmel was erbij en nou ja, in ieder geval was heel erg leuk. Ja, het was, was, was een eer. Nou, je bent al best wel lang bezig met het inspreken. Maar je hebt hiervoor ook talloze andere dingen gedaan. Kun je een beetje vertellen wat je <laughs> voor het inspreken van luisterboeken hebt gedaan? Nou, nee, ik heb gewoon. Uh, ik doe dit nu vijf of zes jaar. En daarvoor heb ik tien jaar musical, uh, ben ik tien jaar musical actrice geweest. Dus ik heb uh, uh, gewoon conservatorium gedaan en dansacademie uh, als, als opleiding. Dus mijn doel was echt. Ik ga de musicals in. Ik had helemaal geen enkel plan om uh, stemactrice te worden en uh, ja dat heb ik tien jaar gedaan in binnen en buitenland hele toffe shows gedaan mooie rollen gespeeld uh, in, in Hamburg in Londen in Nederland veel voor Joop van den Ende dus dat was superleuk ja. en toen was ik er klaar mee ja oké okay. en toen dacht ik <laughs> nu ga ik iets anders doen en ik had dit al één keer gedaan ik had één heel klein klusje uh, een heel een e-learning voor een of ander agrarisch voederproduct echt iets heel kleins en toen dacht ik, als ik daar nou eens mijn baan van ga maken. En toen dacht ik, kamer van koophandel, 1 januari. Let's go. En toen ben ik gewoon gestopt, gestart en gestopt met de musicals. Ik dacht, ik doe geen audities meer. Ik stop ermee. Um, tien jaar lang, zes avonden per week, was wel uh, was genoeg. Ja, Storytale staat vol met boeken met jouw naam erop. Ja, het zijn er echt heel, heel veel. Ik weet dus niet hoeveel. Daar komen we zo nog even. Oh, op. <laughs> weet jij hoeveel? <laughs> Ongeveer. <laughs> Oké. <Okay. laughs> hoeveel? Dagen, uren, weken. Hoe, hoe ziet jouw werkweek eruit? Wat ik eigenlijk probeer te doen als ik een boek inplan, is in een week max twee volle dagen en dan nog twee halve dagen bijvoorbeeld te doen. Zodat er nog halve dagen overblijven om bijvoorbeeld ja te zeggen tegen een leuke webvideo of tegen okay. een commercial of überhaupt een beetje te kunnen schuiven. Uh, mijn ideale week heeft uh, denk ik de helft boek en de helft leuke andere dingen. Leuke andere dingen, ja. In een interview zei je dat je een boek nooit van tevoren leest voordat je hem inspreekt. Maakt het dat niet veel moeilijker? Meestal doe ik het niet. Vooral met een thriller is het echt veel leuker om het niet te hebben gelezen. Want stel je voor, ik weet vanaf het begin al dat de buurman het heeft gedaan. Dan ja. Ja, is het toch veel leuker dat ik hem heel sympathiek heb neergezet. En dat hij uiteindelijk de moordenaar ah. blijkt te zijn. Vind ik ja. leuker. Soms doe ik het wel. Um... Als ik er niet doorheen kom, als ik het lastig vind, als ik het een ingewikkeld boek vind of het, of het is niet wel prachtig geschreven, maar niet lekker geschreven, dat je het niet lekker voorleest, dan ga ik eigenlijk uh, door die week heen. Zit ik bijvoorbeeld in de trein naar de studio en heb ik drie kwartier ja. en dan heb ik hem op, als PDF op mijn telefoon en dan lees ik van tevoren al, puur om, om, het in, om de inspreeksessie wat soepeler te laten verlopen. Dus ja. soms bereid ik me wel voor, maar het is ook heel leuk om het niet te doen eigenlijk. Ja, wij hebben bij stemacteren veel beginnende stemacteurs, die ook iets in het vak willen doen. Zij schrikken misschien van jouw cv, van jouw ervaring. Heb jij een tip voor ze? Ja, eigenlijk wel. Um, maar ik weet niet of ik het uit mijn hoofd weet. Dat is eigenlijk, ja, dat, ik weet helemaal niet of ik dat wel hier mag doen. Maar ik zou zeggen, er is een voice-over actrice waar ik dan weer enorm tegen opkijk. Dus je vindt, zij vinden mijn resume misschien interessant, ik vind die van haar. Fantastisch, dat is Barbara Karel. En uh, zij kreeg deze vraag 10 miljoen keer en okay. zij werd daar een beetje gek van. En toen heeft zij een blog geschreven. Uh, die staat dus op haar website. Ik denk dat dat www.barbarakarel.com is, of.nl. Dat, dat weet ik dus niet. Okay. Uh, maar dat is dus een blog: Hoe word je voice over? En gewoon, het gaat zo goed over. Echt meters maken en zorgen dat je eerst een opleiding doet of dat je eerst. en dat je vooral gaat leren dat het niet zomaar in één keer uh, zal lukken. En misschien ook wel, maar dat het dan. ja, dan is het vaak heel toevallig en heel fijn, maar. Ja. Krijg je wel eens de vraag. Uh, ik, ken, ik ken je stem ergens van of ik ken je ergens van. Nee, de, nee, dat krijg ik alleen wel heel soms met mijn gezicht, omdat ik echt inmiddels elf jaar geleden met Op zoek naar Mary Poppins mee heb gedaan. Ik snap Kon het niet, maar het is elf jaar geleden. Maar heel soms zegt iemand, ik ken jou ergens van. Dan denk ik, nee, het zal toch niet. Nee. dan heb ik helemaal geen zin om dat te zeggen. Maar dan is het soms oh, god, daarvan. Nou, dan kan ik even de vragen... Uh... Ja, kom maar door. Ja, Oké. Okay. Op Storytel staan meer dan 200 boeken met jouw naam erop. Oh god. Ik heb ze allemaal één voor één geteld. Echt? Oh man. Wow. Uh, het boek van Michelle Obama duurt 18 uur? Ja. Maar dat is niet je langste boek op Storytel. Weet je wat je langste boek is? Ha! Mijn langste boek op Storytel? Ik zou hebben gedacht uh, Obama, maar dat is dus niet zo. Nee, er is er eentje langer. Misschien een boek van uh, Marianne en Theo van Hoogstraten? Hij duurt 26 uur. Hè? Huh? Nou, ik ben heel benieuwd. De stad van Algemist. Ik heb er zoveel gedaan. Ja, sorry. Oh, ik heb zoveel boeken gedaan. Er zijn titels, er zijn waarschijnlijk heel veel titels waarvan ik echt denk dat, ik het, dat het mij niet zegt en dat ik hem wel heb gedaan. Nog een quizvraag. Oké. Okay. Ik heb alle Willemijn, De Vries audioboeken opgeteld. Alle uren. Van alle audioboeken. Oh my god. Behalve de boeken Gelukkig zijn we familie. Ja. Die heb ik er even uitgelaten. Ja. Een hele ruige schatting, ruime ruige schatting. Hoeveel uur of hoeveel minuten denk je dat je te horen bent op Storytel? Oh, dat vind ik lastig. Nou, jij zegt nu 200 titels en dan denk ik dat een boek soms 6 uur is, soms 11 uur. Dus laten we zeggen gemiddeld 10 uur en dan iets minder. Dus 200, 2000. Veel meer. Echt? Ja. <laughs> Echt waar? Minuten of uren? Nee, uren. Oké, okay, uren. Hoe, hoeveel zat je op uur? 2000 je? of 1800 uur of zo? Bijna 1400 uur. 1400 uur? 1400 uur, 78.000 minuten. Wauw. Ben je te horen op Storytel? Wauw. In vier jaar tijd? Vijf jaar. Ik ben nu vijf jaar, uh, vijf en een half jaar bestaat mijn bedrijfje. Ja. Oké. Okay. En dan 1400? Uur. Ik moet iets anders gaan doen. Ja, precies. Wow. On to the next, ja. ja. Nou, je had het net al een beetje over Mary Poppins. <laughs> Weet je nog het langste woord ooit gemaakt? <laughs> Supercalifragilisticexpialidocious. Yes, maar nu ga ik, nog iets, ik ga nog iets flauwer doen. Ja, kom maar door. Kun je hem nog achterstevoren spellen? <laughs> Als in het nummer. Suico de Lip, zie si het zit, si exaga philocrepus, volgens mij. Oh! <laughs> ja, dat komt omdat ik het ooit. Zit dat ergens in of zo? Ik moest het een keer achter tevoren zeggen. Suïco de, de Lip. Nou ja, wat ik in net deed, ja, ja. net was het ongeveer, zo is hij ongeveer. Nou, een echte allerlaatste, dus oké, dat nummer. Kan je het nog spellen? Ja, S-U-P-E-R-C-A-L-I-F, R-A-G-I-L i s d i c e x P c uh, 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 d o c i o u s Ja, als ik het zing wel, maar dat ga ik niet doen nu. Nederlands? <laughs> nee, dat weet, ik, dat weet ik dan weer niet. Want we hebben het altijd in het Engels gedaan. Al die ja. doosjes, dasties. Ja, nee, we deden het in het Engels. Ja. Dankjewel. <laughs> dat. Dankjewel, Willemijn de Vries. Graag gedaan. Yahoo! Zo, zo, acht. Tellen allemaal? Ik kan het wel achterstevoren zeggen. Hier.

Maar ja, toen zat ik er middenin, hè. Nu ja, ben ik een is. oude vrouw. Dit was nou. echt lang geleden, dus <laughs> dit kan ik nu niet meer zo <laughs> opzeggen.